op zijn favoriete plek, hoog in de kerktoren. Bas de Vrome is de beiarier van de gemeente Westland en elke woensdag speelt hij in een van de drie kerken met een carillon. Wateringen, Naaldwijk en De Lier. Maar er komt meer bij kijken dan alleen muziek spelen. Ze vragen wel eens, wat is je beroep? En dan zeg ik traplopen. Ja, ik sport niet zoveel meer, ik wandel. En dit beschouw ik ook wel even als de wekelijkse klim. Eenmaal boven kan het concert beginnen. Vandaag maken we een tour met Bas langs alle kerken. Maar ik moet wel eerst even afregelen, want kijk, je hoort het al. Dus de klokken klinken niet uit. Dus dan moet ik eventjes de draad op lengte maken. Dat is die dus nu. En dan zorg ik dat die zo staat dat ik ook nog heel zacht kan spelen. Ik zal er eentje voor doen, dus... Kijk, dus nou als ik hem van heel dichtbij indruk, doet hij het nog. Dus dan kan ik echt PP, pianissimo, spelen. Al meer dan 25 jaar geleden begon Bas in de oude kerk in Naaldwijk. Toen was dat zijn enige kerk in het Westland en daar speelde hij toen iedere week. Later is de beiarier van Wateringen met pensioen gegaan. Dat was Helene van der Weel. De gemeente is toen, ja, dat was een beetje een problematische periode, bezuinigingsronde. Heeft toen gezegd, ja, we kunnen geen nieuwe beiarier meer aanstellen. Erbij, dus zou jij dan ook in Wateringen willen spelen? Dus toen heb ik die combi gemaakt. En later gebeurde dat weer in De Lier. En toen ben ik ook in De Lier gaan spelen. Dus het is eigenlijk een soort rouleerbaan. Ik speel dus één keer in de drie weken ergens. Het bespelen van het carillon is een lastig vak om te leren. Zeker met alle traplopen. Maar er moet natuurlijk wel nieuwe aanwas komen. En zijn er eigenlijk nog wel jonge muzikanten die het zien zitten om beiarier te worden? Het is een klein wereldje. Hoeveel carillons zijn er dan in Nederland? Ja, ik denk iets van over de 100. En iets van ruim 80 spelende beiardiers, zoiets. En ja, die zijn erg gebrand op hun vak. Dat vinden ze heel fijn. Als je het één keer doet, dan wil je er nooit meer mee stoppen. Ik merk ook aan studenten. Ik geef zelf orgel aan Rotterdam. De Codarts, de Hogeschool voor de Kunsten. Dat veel jongens die zijn geïnteresseerd, en meiden soms ook, in bijaard leren spelen. Dus die gaan dan een keertje mee als ik bijaard ga spelen. Dan denken ze, nou, dat wil ik ook. En inmiddels zijn er vier jongens die met succes dit echt zijn gaan doen. Dus ja, nu zit Casper Struik, die zit even de honneurs hier waar te nemen. Geweldig. Als student aan de bijaardschool. En die gaat het ook heel goed doen. Casper Struik, 19 jaar en nu al op de bijaardschool. Onderdeel van het conservatorium in Utrecht. Waar komt het enthousiasme voor dit vak vandaan? Ik begon eigenlijk met het spelen van orgel. Ik kende iemand die organist was bij ons in de kerk. En die speelde ook bijaard. Dus ik kende hem goed. En toen speelde hij, elke week speelde hij op het instrument. En toen dacht ik van, ga ik even vragen of ik mee mag. En nou, dat vond ik zo gaaf. Dat ga ik ook doen. Ja, geweldig. Hij speelt vanzelf de bijaard. Casper is een jongen die heeft het vermogen om zich in korte tijd het eigen te maken. Dus hij kijkt heel goed wat je doet. Hij pakt gelijk op van dat moet ik onthouden. Dus daar ga ik mee aan de gang. En ja, dat rolt er dan zo uit. En wat zijn de ambities van dit aanstormende talent? Ja, je wil natuurlijk op de mooiste plekken terechtkomen als... waar heb je de mooiste bij? Bijvoorbeeld Amsterdam is een... Westland, hè? Ja, dit zijn natuurlijk hele leuke instrumenten, maar je hebt natuurlijk nog veel mooiere instrumenten in Nederland. Hoe dan ook in de toekomst kunnen we dus nog genieten van prachtige liveconcerten op de carillons. En in onze regio hoeven we ons ook geen zorgen te maken, want voorlopig blijft Bas de Vrome gewoon onze trouwe bijaardier. Ik ga weer klimmen.
Thank you.